Nou, oh, dus als ik verdrink, kan je me redden. Nee, ja. Dan gaat zijn arm uit de kom en dan verdrink je zelf. Nee, nee, want in het water, oh, in het water, is, alles, in het water is alles, weegt alles niks. Behalve als ik iemand de kan moet trekken. Dan schiet de arm uit de kom, dan ben je net gered. Dan op de flikt kant verzuip je net zo hard weer. Het water in. Hey kijkers van Minecraft Sturms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe GTA 5 DNF strijders. Ik ben hier vandaag samen met je boy Jan, Chromo en Gijs. Oh, ik kan niemand beuken, laat maar. Oh yeah. Niet bang te zijn. Beukrietes. Je hebt heel veel bochten, kan je redden door iemand te beuken. Ja, klopt. En nu niet. Dit nee, is ik heb het nu een keer gedaan puur op skill, heen. Yo. Woop. Puur op skill, lig je daarom laatst of niet? Daarom. Kan eindelijk een keer niet beuken. Ja, dat bedoel ik. Gewoon vol tegen een muur aan. Ja, nice. Dat kon een speler zijn, maar ja. Nee, ja, nu was dit was wel een paaltje. Ja, nu was het gewoon een saai muur. Zonder emotie. Ja. Ja, mijn hond is geprikt, ja. Geprikt? Door een wesp? Ja, door de inenting. Oh, door een wesp. Sorry. Oh. Door de dokter dus eigenlijk. Oh, deze race. Nice. Oh, ja, deze, deze kutrace. Er zat er een paar in. Die wel bekend waren en een paar die niet bekend waren. Yo, Gijs. Maar deze heb ik zelf nog nooit gedaan. What the fuck moet je doen? Vetter spatter lekker in het water. Plont. Oh shit, deze ken ik niet, ouwe, maar ik heb hem volgens mij wel. Heb je hem? Volgens mij wel. Ik heb hem. Als je hem op het dak landt, heb je hem. Ja. Ik heb hem gewoon, lol. Nice. Oh mijn god, bezig. Oh, ik ga wel nu voor het zwembad. Hey, nice. Dubbele D-diploma. Welke zwemdiploma's hebben jullie eigenlijk? A en B. 1, 2, 3. Ik heb er 40. Oeh, hoezo zo veel? 40? Ja, misschien al meer. Ik heb een hele maf vol met diploma's. Jezus. Waarom? En wat is dat dan? Schoonzwemmen of zo? Nee, allemaal. Ook kan mensen rennen en alles. Nou, dus als ik verdrink, kan je me redden. Nee, ja. Dan gaat zijn arm uit de kom en dan verdrink je zelf. Nee, nee, want in het water, in het water, in het water is alles weegt alles niks. Behalve als ik iemand de kan moet trekken. Dan schiet de arm uit de kom, dan ben je net gered. Dan op de flikt kant verzuip je net zo hard weer. Het water in. Ik ben één keer gered in het water. Echt? Jij bent één keer gered? Ja, toen zonk ik bewusteloos naar de bodem toe. Wat dan? Waarom nou, dat dan? Ik was van het startblok afgevallen. Hè. Met mijn heup flikkerde ik op de kant. En met mijn heup flikkerde ik op het startblok. Oh. En toen met mijn longen knapte ik op de kant. Toen zonk ik naar de boom toe, omdat ik mijn hele longen waren naar de tyfus. Dus ik kon geen adem meer halen. Zo de jure. En toen sprong mijn moeder met al de kleren aan in het water. Ja, vind je het gek? En mijn coach toen de tijd, die sprong er ook achteraan. En toen ging ik lachen op de kant. Shoutout naar de Koos. Ja. Ja, naar Koos. Nee, Koos. Hij heette Ed. Oh, nou, shoutout Koos, naar Ed. Dat is fucking chill event, Ed en Eddie. Ja, dat was ook op de kant. Oh, ik crash hem. Ik stuur de verkeerde kant op met mijn dikke binnenbeen. Lekker. Maar heb iedereen hier gewoon ABC of niet? Nee, ik heb AMB. Ik heb C-zwemles gegeven. Ik kan het je wel leren. Oh, ja, maar dan moet je toch met kleren aan zwemmen? Ja. En ja, door het gat heen met kleren. Wat? Waar ben je niet? Ik had altijd echt. Ik was zo'n stom kind dat altijd dacht dat hij aan het verdrinken was als hij door het gat moest bij C. Nee, ze hebben hem nog steeds niet één keer. Maar dat was jij zo'n kind. Nee, ik crash iedere keer. Hey Gijs, was jij zeker zo'n kind die ik er doorheen moest duwen? Nee, ik kon het halen. Alleen ik was altijd echt, als ik dan net voor dat gat was altijd van. Ik ga dood! Ik heb altijd met mijn ogen dicht gezwommen. Oh, lekker. Haalde je het wel dan? Ik heb de checkpoint gemist! Haalde je het wel, Chromo, met je ogen? Ja. Oh, netjes. Ik mis de checkpoint gewoon, dat is lullig. Oh, ik mis hem ook, ik kom ernaast. Ik ga weer het bos in. Wat ons bos, de rijke Tata buurt. Hoeveel rondes is dit? Twee maar. Ik denk dat dit wordt nummer 44, Vincent. Nee, mis ik hem weer. Gatsi, Darry. Ik mis hem ook tijdens de Chromo. Ja, maar ik. Oh. Ik haal hem wel, maar hij komt net naast het dak. Ja, hij is stom. Jij ook. Zie je, deze race is gewoon onbekend. Je advies heeft geholpen, Chromo. Ja. Kak! Chromo, je moet daar verder naar links. Ja, dat had ik door. Dus je advies heeft geholpen, daarom hebben we weer nieuwe playlists. Ik heb hem, Chrome. Heb jij hem wel? Ja. Ja. Maar de playlists zijn echt heel makkelijk te vinden. Nice, Gijs. Ja, ik had er wel altijd heel veel moeite mee. Going. Chromo, haal hem even, man. Ja, ik probeer het. Doe het, Chromo. Maak gewoon 2D-NF's. Ja, ik heb hem. Oké. Oh, hoezo kan ik niet zien hoeveel tijd ertussen zit? Of is dat gewoon te erg? Omdat jullie waarschijnlijk op hetzelfde punt zijn. Ik zit op de vierde plek. Dus ik denk dat ik niet in hetzelfde punt ben. Heb jij maar één keer gehaald? Wat punt ben je dan? Nope! Ja, ik heb hem één keer gehad. Eén keer? Tweede keer? Bijna tweede keer. Nee, hij gaat nu in voor het. Oh mijn god, ik kom nog niet eens op de wall ride.
Geef op in het leven, mensen. Nu heel hard doorrijden. En... Hoppatee, gehaald. Nou, oh, dat is niet hard doorrijden, stilstaan. Oh. Oh, hij ligt 26 seconden achter. Op mij. Ja, dus hij kan nog finishen. Ik was even aan het kijken komen. Oh, nice. Ben je gecrashed? Nee, mijn auto gleed weg. Oh, dan heb je hem niet gehaald. Je hebt 4 seconden speling. Oei. Alsjeblieft, laat het waar zijn. Gas erop. Je kunt het, Gijs. Je kunt het. Vincent kan het ook. Maar ik zie Gijs vallen. Oh, Vincent kan hem. Ja, Vincent haalt hem. Lekker, Gijs. Zo. Ja. Jij lijkt de Finding Nemo. Did you? Yes! Ja. Woo! Finding Gijs. Kantje boord, hoor. Ja, 2 seconden. Dat was close. Maar dat houdt in, Gijs. Ik had echt gehoopt dat we nog gewoon met die ene DNF-verschil gingen doen, maar nee. We kunnen elkaar de hand schudden, we staan gelijk, jongen. Gefeliciteerd, man. 44. 44 om 44. Nou, positief. Huh? Op naar de volgende race! Wie is er klaar voor? Tuut. Wat doet Toeterik? Hoe Toeterik? Tuut, F. Nee. Ho. Kromo, wat leuk. Je hebt ook een andere auto genomen. Ja. Wat voor auto hebben jullie dan? Osiris. Hmm. T20 Mini. De Miley Cyrus. What the fuck? Hoe kan dat in één keer? Dankjewel, Jan. Ik ging dwars over het treinspoor. En ik zit nog achter jullie ook. Nou, alsjeblieft, hè. Met een beetje geluk. Waarom heb jij zo'n spoiler erop genomen? Dat vind ik cool. Heb ik meer downforce en dan kan ik Jan inhalen. Kan je sneller door de bocht? Oh. Jezus, jongens. Kan je sneller door de bocht? En uiteindelijk is Jan ons alle twee. Ja, dat is echt goed gegaan zo. Jullie auto gaat sneller. Jullie auto gaat sneller door alle bochtjes heen. Ja, oké. Okay, maar jij hebt een coolere auto. Is mij sneller op rechte stukken. Wat heb jij dan? Jij hebt T20. Ja, maar helemaal niet gepimpt. Ze halen me sowieso in. Dat maakt niet uit. Nou, slipstream, hè? Ja, ik niet. Ja, sowieso ik slinger overal. Gijs, heb jij je auto wel getuned? Altijd. Jij hebt die gekke headmonies, op PC heb je tenminste geld. Ja, monies. Ja, echt geld, ja. Gijs heeft die gehackte monies. ik heb die gedropte monies met geldzakjes uit de lucht. Of wc-potten. Nice. Oh! Wc-potten? Ik zag je gaan. Ja? Kak. Heb je dat nooit gehad? Nee. Dat een wc-pot uit de lucht valt en er zit 15.000 in? Nee. Oh, ik had laatst wel wat anders. Ik had laatst dat ik een... Chromo. Een achtbaanautootje wat reed. Dat zag je fucking grappig uit. Hij is nog veel langer, Chromo. Echt? Ah, ik heb hem. Hij is duurt zo lang. Ik heb hem in één keer, jongens. Ik heb hem in één keer. Oké, laat maar. Ik vind het wel mooi. Ik crash weer. Oh, nee, ze gaat ver door, zeg. Zie nou, we moeten lezen wat voor auto hiervoor. Ja, en Osiris was recommended. Oh, what the f... Bij mij laden sommige delen wel, en dan weer niet, en dan weer wel. Yo, auto! Bedankt voor het meedoen. Doet! Nou, dit is een awesome race, gek. Zo. Ja, hij is vet gemaakt, maar ik haal hem niet meteen. Ik heb hem. Wow. Jij hem wel, Gijs. Ik heb hem. Osiris is dus niet zo goed. Nee. Ik ben bij lap 2. Ik vlieg of over de wall ride, of ik zit ergens halverwege vast. Chromo heeft hem volgens mij. Ik heb hem. Je moet redelijk hoog blijven. Totdat je naar de andere kant moet springen, dan moet je laag. Een very hard fly. Oh, ik ga over de tunnel. Ja, dat sowieso. Oh, ik heb 2 rondes, dat is wel cool. Deze race is fucking vet, man. Ik vind deze wel bruut. Man. Ja, fucking vet. Nou, ga eens afvallen, man. Ja. Nou, rustig. Moeten we nou weer zo doen? We beginnen met naar de gym gaan. Ja, of ga hardlopen in de ochtend elke keer. Dinsdag en donderdag. Ja, Chromo doet dat. Dat is wel netjes. Ja. Hoeveel kilometer loop je dan? Dat weet ik niet. Gewoon, ik bouw het op gewoon, hè. Dus ja, gemiddeld kwartiertje, half uurtje. Je moet rustig beginnen, man. Ja, en ik ren gewoon tot ik niet meer kan. En dan rondjes om je wijk of om de straat? Of... Nee, we hebben een bos waar ik in ren. Samen met Wanda ren ik. Oh, goed bezig. Zo zegt denk ik echt dat zo'n rare man in het bos rent. Hey, ik ren vandaag YouTube in mijn spijkerbroek. ik zie ren je in je spijkerbroek? Je moet zo'n bierhelm opdoen en dan gaan rennen, Chromo. Ja, ik moet nog eventjes kleding ervoor kleding halen. Hebben. Ja, oh, botsing. Oh, dat schuurt lekker aan je fuck, benen. Guys. Ben je echt zo irritant? Oh kak, sorry. Ik rij echt compleet verkeerd. Ik ga echt hop. Iedere keer, dat is echt mijn killing. Hop, gas erop. Je moet tegen die container aan de onderkant aankomen. Ja, maar met deze auto catcht die heel raar. Oh, ja. Ja, dat weet ik niet. Ik gebruik die nooit, ik heb ik helemaal niet. Oh fuck.
Hij wil niet het leuke hopje doen. Nee. Ik had hem net met geluk namelijk. Rip Gijs. Serieus. Oh. Gijs, heb je hem nog niet gehaald? Nee, die auto wilde dat niet doen. Dat is het probleem. En er stond serieus... Nou, Gijs, nu heb ik hem niet, want je reed... Oh, wat? Gijs, zag je dat? Heb je hem wel? Lol, nee, ik ging... Je springt op naar de andere kant. Ja. Ik viel van de walrijd af. Ik kwam met mijn dak kwam ik op het spoor terecht. Lol. En toen kwam ik weer uit op de walrijd. Met een goed... Met mijn banden Dit erop. Had ik ook, omdat bij mij de dingetje weg was. Au, oh, sorry, Chromo. Dat is een vele mooiere stunt, als ik eerlijk ben. Kut containers. De eerste keer gaat hij altijd goed en de tweede keer gaat hij altijd zo fucking kut, jongen. Hop. Heb ik ook altijd last van. Want de eerste keer gaat hij heel slecht en de tweede keer hou je hem in één keer en heb je alsnog denen. Ik heb hem. Chromo ook, volgens mij. Komt hij met zijn fucking toeter langs, hoor. Ik ben in zo'n toeter, joh. Met de toeter. Oh nee, straks ben ik gewoon nog verliezen in dit seizoen. Ja, want je Gijs, je bent slecht bezig, man. Oh, joh! Rustig! Lekker geslapen, hè. Oh, je moet die walrijdje doen, die heb ik net niet eens Au. Chromo. Ja. Awesome. Heb je die walrijd niet gedaan? Nee, ik doe de walrijd wel, maar ik crash gewoon. Nice. Oh, Jan. Oeh, Gijs. Niet lullig bedoeld, maar je loopt wel heel erg heftig achter. Ja, hij heeft de eerste lef niet eens. Woe! Dat is de... Oh, Vincent, jij eerste? Ja, voor Chromo, dat kan niet. Ik maakte de walrijd niet zo mooi af. Hallo. Nou, Gijs, DNF. Nou, hij heeft hem. Oh, nee. Let op nu. Hij heeft hem. Lekker slinger. Yes. Hij heeft hem. Gijs, je hebt wel een mooi pakje aan. Catswag. Nee, eerlijk. Maar goed, mijn ziel heeft rust, want de jump is gelukt. Je moet die spoiler erop zetten. Heb je meer downforce? Kun je harder door de bochten. Catswag. Yep. Nice, kijk. Gijs, ik ga hem voor je noteren. Dank je. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze DNF-strijders. Vond je het leuk? Vergeet niet te abonneren op Chromatech, Jaroski Gaming, G-Type of Michael Asturz. Mocht je dag naar bij Superheld. Zeg ik tegen jullie mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao! Goeie